Welkom bij een nieuwe aflevering van Top Talent Dressage Talent Uitgelicht. Opgenomen hier in Frankrijk tijdens het CDI in Compiègne. Aantal keer het Wilhelmus gehoord voor de Nederlandse combinaties die hier aan de start kwamen. Zowel voor de senioren als voor de junioren. Uiteraard kwamen hier ook mooie internationale combinaties aan de start. Nieuwe aflevering van Top Talent Dressage Talent Uitgelicht. Naast mij staat Mickey Schelstraten, 12 jaar, ja. Waarschijnlijk de jongste deelnemer hier tijdens het CD in Compiègne. Met ponies heb je gestart, ja. Met de mooie Schimmel Elins Nonsis daardoor. Dan heb je gisteren al fantastisch gereden, internationaal 5e plaats. Kan je wat vertellen over je proef van gisteren? Het ging op zich best wel goed, alleen ja, ik reed er vandaag veel meer aan, dus ja, daar ben ik wel blij mee dat het vandaag veel beter ging. Ja. Want gisteren had je een mooie 5e plaats. Mocht je ook hier op het terrein, want mensen zien het hier achter, echt een hele mooie grote hoofdpiste, de ereronde rijden. Hoe was dat? Heel leuk om te doen. Ja, ja, heel leuk. Ja? Ja. Want je hebt natuurlijk, je rijdt al veel langer paard. Je hebt nu dan natuurlijk dat je Z2 rijdt internationaal mag gaan starten. Met natuurlijk de Schimmel die wij allemaal in het verleden kennen van Zoe. Die jou hier ook iedere keer bijstaat, want zij start hier natuurlijk ook. Ja. Nou heb je gisteren fantastisch gereden. En Monique Peuts, jullie bondscoach, is hier ook. Die heeft gisteren met jullie de proeven beoordeeld. Die waren opgenomen. Die hebben jullie teruggekeken met protocollen daarbij. Heb je met die gegevens naar vandaag je proef beter kunnen rijden, denk je? Ja, dat is wel fijn om je proef naar te kijken. Ja, weet je ook wat je beter kan doen. Ja, dat is gewoon heel fijn. Ja. Wat waren bijvoorbeeld de punten die gisteren door de bondscoach en jou besproken zijn, waarvan je vandaag zegt van, nou, dat kon ik vandaag in mijn proef beter terug laten zien? De appiëren, ja. Het uitgestrekte draf en de eenvoudige wissels. Ja? Vooral, ja. En je hebt nu volgens mij 69% gehaald. Ja. Nou, super tevreden. Is dat een beetje een persoonlijk record of heb je al hoger gereden? Nee, ik heb al hoger gereden. Mijn record is nu 71,5 volgens mij. Kijk, nou, daar mag je super tevreden mee zijn. Nou, is hier morgen nog één dag dat je mag starten, de Kuur op Muziek? Ja. Heb je dat? Ja, heel misschien. Nou ja, goed. Vandaag goed geregen, is zo goed gereden. Als je Kuur gaat rijden, is dat een speciaal voor jou gemaakte Kuur? Ja. Ja? Ja. Weet je ook wie die Kuur gemaakt heeft? Ja. Joost Peters. Het kwam wel ver, maar je weet het gelukkig nog wel. Ja. Nou, dankjewel dat je het eventjes tijd voor ons wilde maken voor de camera, voor dit interview. En mocht je Kuur rijden morgen, heel veel succes. Dankjewel. Ja. Graag gedaan.
Nou, naast mij staat junioren Amazone Ja de Oort. Je komt echt net je kuur uit. Ja. Je hebt nog een beetje rode wangetjes. Even terug naar vrijdag en gisteren. Gisteren toen had je echt voor je gevoel heel goed gereden. Zat je iedere keer, hoe zit het met de punten? Hoe zit het met de punten? Wat is mijn plaats? Mag ik kuur rijden? En volgens mij ging het gisteren al heel erg goed. Ja, gisteren heb ik echt heel fijn gereden. Toen, ik had gewoon geen fouten en dat was meer mijn doel. Dat had ik vrijdag helaas wel. Dus, dan maar van gisteren proberen. En daar heb ik echt heel fijn gereden. Dus ben ik toch nog 13e geworden. Ja. En mocht ik kuur. Ja, want dat was gisteren inderdaad iedere keer maar de live scores verversen. Nou, toen was het inderdaad, ik mag kuur rijden. En toen was het inderdaad, oh shit. Die heb ik al een jaar niet gereden. Nee. Die moet ik toch weer eventjes gaan oefenen. Ja. Hoe heb je dat gisteren gedaan? Nou, ik ben lekker met haar gaan grazen. Toen heb ik het filmpje erbij gepakt. En heb ik echt 6 keer opnieuw afgespeeld. Ik wist hem wel nog. Maar toch even de goede dingetjes eruit gepikt. En ik wist hem helemaal. En hij kwam ook prima uit. Dus dat was ik waar blij mee. Ja. Het is altijd afwachten of hij uitkomt of niet. Dus. Ja. Nou, je hebt hem inderdaad net gereden. Op hele leuke vrolijke muziek. Volgens mij zaten er geen fouten in. Niet wat ik kon zien. Nee. Wat vind jij nou het leuke aan een kuurrijden? Want ja, het is natuurlijk alweer even geleden. En als je er dan vandaag op zit, kan je dan ook echt genieten? Of ben je dan toch ook wel een beetje gespannen? Nee, ik vind het wel heel leuk. Het blijft spannend of het allemaal wel lukt. En of het allemaal goed loopt. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker. Want je doet je eigen ding. En als het een keer fout gaat, dan doe je het een keer opnieuw. Of dat vind ik wel het leuke van een kuurrijden. Er kan altijd iets misgaan, maar je kan het ook altijd weer oplossen. Ja. Dat vind ik wel het leukste van kuurrijden. Ja, we weten voor de rest nog helemaal geen punten. Want degene die na jou zit, die zit nu in de bak. Die is nu de kuur aan het rijden. Hoe is nou jouw gevoel? Want gisteren was natuurlijk al een cadeautje dat je kuur mocht rijden. Hoe is jouw gevoel over dit weekend in Compiègne? Ik ben echt super tevreden. Ze hebben voor het eerst al lange reis gemaakt. Dus daar was ik ook wel echt blij mee. Ze is super braaf, niks aan de hand. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat ik mocht en dat ik ben gegaan. Ja, en het was denk ik ook met alle deelnemers hier super gezellig met elkaar. Ja, het was echt leuk. Een heel Nederlandse hoek. Het was echt heel gezellig. Iedereen bij elkaar. En we hebben allemaal heel goed gereden. Dus. Ja. Nou, dat is inderdaad zo. Dat zei ik net nog tegen Danny die nu staat te filmen. We hebben hier onderhand een keer of 10 denk ik wel het Wilhelmus gehoord. Dus het is echt een Nederlandse wedstrijd geworden. Iedereen heeft echt heel goed gereden. Junioren, Young Riders. U25 hadden we 4 plekken. Ja, echt ponies natuurlijk met Kiki. En de jonge paarden die hebben het ook heel goed gedaan. Een aanrader denk ik voor volgend jaar om hier te gaan starten. Ja, absoluut. Ik ga ook zeker als ik mag volgend jaar weer. Ja. Ja. Nou goed, nou zit dit wedstrijd weekend erop. Wat is nu voor jou de planning? Want je hebt af en toe ook nog wel eens op paard van je moeder gereden. Is dat misschien nog een mogelijkheid? Ja, die gaan we ook weer even rustig oppakken. Die heeft even een tijdje rust gehad. En die had ze heel veel gedaan. Dus even een tijdje rust. En die ga ik nu weer rustig erbij pakken en mee naar les nemen. En dan zo opbouwen en kijken of dat ook goed gaat. En dan kan ik ze allebei meenemen. Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn. Ja, echt. Nou, in ieder geval, dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken. In ieder geval een veilige terugrit voor strakjes. Ja. En nogmaals, dankjewel. En geniet er gewoon nog even van. Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel.